Dat ken ik ergens van. De vloer is van lava. Yo mensen, daar ben ik weer. Het is zaterdagochtend. Voor mij is het ochtend, maar luister jongens, het is fucking al, weet ik veel wat, 2 uur of zo. Weet je, ik ben altijd wel een beetje moe en slaperig. En ja, vandaar. Ik ga vandaag zeg maar met Stan en hoe heet die andere, Bas chillen. Ja, die namen jongen, die namen, het is niet normaal. En trouwens, ik zit zeg maar, ik lig dan in mijn bed. En dan hoor ik eerst Arthur geschreeuw bij mijn huis. En dan hoor ik de vloer is van lava. En ik zit zo te denken van, hey, dat ken ik ergens van. De vloer is van lava. Dat ken ik. En weet je wat het is? QSC van Supergaande heeft dus, zeg maar, dat bedacht. En dus ik zit echt zo te denken, pik, je hebt het echt goed gemaakt, joh. Jij hebt het echt goed gedaan. Dus ik ga sowieso wel even... Jongens, ik weet wat leuks. Ik wil een keer dat een bekende YouTuber naar mijn video gaat en gaat kijken. Dus mensen, zeg allemaal tegen QSC via social media of hij wil reageren op de video, op deze video. Want QSC, je gaat dik. Je gaat fucking dik. Nou mensen, we gaan er wat leuks van maken. Ik heb er net even een koffietje gedaan. En mijn moeder heeft al gezeikt en gezeken dat ik moet eten. Maar ik heb helemaal geen honger mensen. En ik ben een klein garnaaltje. En ja, dat is het een beetje mensen. Maar ik heb geen honger in de ochtend. Dat is het kutte ervan. Maar ja, we gaan er gewoon wat leuks van maken mensen. En ze zijn nu bij de HSL. Ik weet niet of je dat kent voor de mensen die in Bergsenhoek wonen. Jullie weten waar de HSL is. En ja, wordt gewoon hard mensen. Wordt echt leuk. En ja, na de koffie vind ik het altijd lekker om even een glaasje melk te drinken. Ik begrijp niet waarom, maar dat vind ik altijd wel lekker. Dus dat ga ik nu even doen. En dan blest een soort van je mond, blest dan een soort van de koffie een klein beetje koffie met melk. En dan heb je een soort van, als je dus eerst koffie drinkt, sterke koffie, en dan wat melk, heb je hetzelfde effect, maar dan iets zachter en knapperiger. Dus dat is super leuk jongens. Fuck ja. Ja, dat waren mensen. Hoe heet het maar, we gaan gewoon die dingen trappen. Ja, mensen die rijden dan langs en gaan dan, weet je wel, knikken en zo. En zwaaien, weet je. Maar mensen, ik zie jullie zo weer. Later. Ja mensen, ik ga lekker douchen en ik moet me even schoonmaken en dan ga ik even aankleden en even mijn gel in haar doen, weet je. En dan komt alles goed mensen, word hard. Kijk, dit zijn allemaal zeg maar foto's van vroeger dat ik zeg maar met de familie op vakantie ging. Kijk, dit is zeg maar in Egypte, zeg maar. En ik zeg heel veel zeg maar, dat is een beetje apart. Nee, luister. Dit is in Amerika. Dit is in Egypte. Zaten we op een fucking kameel. Like, what the fuck? Dit is ook in Amerika. Dat is met die bergen. Weejo, als je daar bent, hè. Weejo, man. Dit heeft mijn vader een keer gemaakt. Omdat hij, ja, fotogeniek is. En dit was ik dan. De gangster. De gangst. Toen had ik al pet op en was ik al bezig met, niet echt een kledingstijl, maar was wel grappig. Kijk, dit is, dit ziet er echt bekend uit, ik weet even niet wat. Maar kijk, die foto is ook ziek mooi. Wee, yo, ik ga gewoon een keer vragen aan mijn vader. Zo, dat was een boer, man, sorry. Ik ga een keer vragen aan mijn vader of hij een keer van mij even een paar foto's wil maken voor Britvy. Dat we die ook gewoon weer lekker op social media gaan zetten. En mensen, hard. Dit is echt hard. Ik vind dit echt leuk. Later man. Oké, mensen, ik ben nu zeg maar bij Stan en zo. We staan op een pleintje. Dat heet De Groene Hoek. En dat zijn de drie scholen, zeg maar. Zo heet hier niet. En dat heet hier. Dat is De Groene Hoek. Kijk maar, daar ja, dit bord. Ja, maar dit hier is CBS De Akkerpik. Oh, ook goed. Boeit mij niet, maar daar is De Groene Hoek. Dus ik zit gewoon nog safe. Nee, dus je, mensen, zit safe. Je zit niet safe. Hoor. Jawel, ik zit wel safe. Hou je bek even. Voordat ik je fiets in de sloot gooi. Kom maar, kom weg. Nee, jij moet je bek houden, want jij wou niet op beeld. Nou, Bas. Je hoort. Gelukkig wil jij wel op beeld. Ja. En, ja. Hij is alleen maar aan het lachen, man. Wat?
Nazi-praktijk. Jongen, we zijn gewoon broos. Wij zijn broos. Wij hebben wel eerder gewoon gechilled zonder jullie. Ja, maar wij hebben ook samen gechilled. Ja, oké, dat is waar. Maar waar gaan we nu heen? Heerlijksberg. We gaan naar, ik denk wel weer naar Gauchos gaan. Man. Gauchos, daar is het wel. Gewoon daar op dat bankje, zeg maar. Waar Valerio helemaal boel ging worden van, hij werd boos in de vlog en zo, Valerio. Echt? Ja man, hij zei, ja nee, waarom pakken jullie nu niet een bootje, want ze staan daar. En dan ging hij helemaal schelden en shit. Waarom? Omdat hij geïrriteerd was of boos. Maar oké, we gaan dus naar Hillegersberg. Oké, Arthur, kom maar. Oh, nu opeens wilt hij wel even shine. Het maakt me niet meer uit. Het maakt je allemaal niet meer uit. Oké. Jongens. Ja. Nou, dan ben je in de vlog gekomen. Ja, leuk man. Nee, ja, tegen nee. Je vrienden en vriendinnen. Nee. Oké. Okay. Nou mensen, wij gaan daar gewoon even heen. Komt goed jongens. En ja, komt goed. En ja, ik weet niet. Ik heb vroeger hier. Heb ik, hou even jullie bekken dicht. Godverdomme. Even jullie bek houden. Ver Arthur van Leeuwen. Nou, dit is zeg maar onze. Dit is zeg maar waar ik vroeger heb gezeten. En ja, superleuk natuurlijk. En die heb ik vroeger ook opgezeten en shit man. Maar echt jongens, die mensen zijn irritant man, dat is niet normaal man. Maar oké, we gaan weer verder. Ik zie jullie weer later. Oké mensen, we zijn zeg maar nu in een soort van bos. Waar is dit eigenlijk? Ik weet eigenlijk nog niet eens hoe het hier heet man. Hillegersberg. Bergse bos. Zo, je hebt een mooie fancy bril man. Van wie is die? Van mij. Oké, geloof jij hem of niet? Ja. Oh ja, ik ook wel. Lekker boos. Ik ook man. Ze doen gewoon niet in boksen. Nou, man. Nou. Maar mensen, hij is lekker een sigaretje aan het doen. Mm-hmm. En Jeremy die ging een soort van helemaal stuk. Jonko. Hij zegt het weer man. Hey, maar ja. Oké mensen, we zijn hier een beetje aan het chillen. Moet je kijken, deze rommel. What the fuck. Helemaal raar. En ja, ik heb nog nooit gezien wat hier is, man. Dus we gaan even hier naar binnen, man. Vind ik wel grappig. Gaan we even kijken. Helemaal raar. Door de bosjes heen. Zijn we aan het kijken. Dit is een hele pad gewoon, man. Nee, joh. We zijn natuurlijk in een bos en dan heb je van die paardjes. En dit is dan zo'n paardje, weet je wel. Nee, geen paardje, maar een paardje. Maar ja, dat is het wel een beetje, mensen. Zo, het is overbelicht hier opeens. Oh, dan moeten we snel weer hierheen. En we gaan weer mensen. Later. Yo mensen, we zijn er. Waar zijn we eigenlijk man? En wij een soort van, hoe noem je dat hier zo? Industrieterrein of zo? Ja, eerlijk, het lijkt een beetje op een industrieterrein. En ja, hoe noem jij het dan? Hoe noem jij dit? Ik noem dit wel echt zo'n industrieterrein man. Denk ik, maar het ziet er nu gewoon uit als een industrieterrein. Hey, we zijn op het strand, moet je die zeemeel horen. Nou ja, jongens, ja, dit is echt gewoon een industrieterrein, man. Dat kan je mij echt wel duidelijk maken. Maar oké, even stil jongens, rustig. Oké, maar ja, we zijn lekker aan het chillen hier zo. We zijn in Hillegersberg en ik weet echt niet waar we zijn. En ja, we zien het wel. We zien het gewoon wel en het komt goed. Lekker koekje. Oh, mag ik ook een cakekoekje? Oh, deze is echt lekker, man. Mm-hmm. Dat is ook. Kijk, hier zit. Wat zit erin? Sinaasappel. Citroen, hè? Citroensap of zo en dan chocolade erop, man. Wacht. Nou, dat is wel lekker, man. Maar. Gaan wij daar weer zitten? Nee, man. Nee, man, bro. Oh, dat kan niet. Nee man bro, er zitten al mensen. Maar ja, we zien wel wat we gaan doen. Komt goed mensen. Later. Yo mensen, daar zijn we dan weer. We zitten tegen de muur aan. Heerlijk. Zitten een beetje te relaxen. Ja, wat zijn we aan het doen? Een beetje aan het chillen en niet heel veel soep zeg maar. Stan, ben jij nog wat aan het doen of niet? Nou, Stan wil gewoon niet meer praten. Hij heeft er helemaal geen zin meer in. Ik zei nee. Hij wil gewoon niet meer praten tegen de camera. Hij is een beetje boos op mij, denk ik. Ik ben boos, Arthur. Oh, oké. Okay. Waarom heb je zo'n mooie bril op? Waar heb je die gekocht? Dat is tegen de zon. Voor tegen de zon, ja. Oké.
Zag je dat dingetje? Die zit je hoofd te herkennen en shit. Dat is, hier zit zo'n randje, zo'n blokje inderdaad. En daar, ja, dan is het gezichtsherkenning. Kijk, wees, dan doet hij het alleen maar op zijn bovenlip. Leuk. Kijk, nou is hij de Sjaak, man. Nou is hij gespot door de camera. Nou, mensen, we zijn een beetje aan het chillen hier. Ik heb hier een tas bij me. Ja, leuk om te laten zien. En ik zie al die YouTubers even over zijn kledingstijl praten, toch? Maar dat ga ik niet doen, denk ik, man. Ofwel, dat voegt wel wat toe. Wacht. Oké, nou ga ik laten zien wat ik aan heb. Nou, dit t-shirtje. Ik ga even voor jullie staan. Zo. Hoe lelijk die dit is. T-shirtje. Oh, deze broek. En de onderbroek weet ik niet, man. Eeuw, wat doet die? En deze schoenen man. Ook, man. Oh. En je sokken, laat even. En mijn sokken. Nee. Mijn sokken zijn steperig. Wat mooi, man. Ja, man. Dus dat heb ik aan, jongens. En ja, dat moet ik gewoon laten zien, weet je. Maar ja, wat we nog meer gaan doen, ik weet het allemaal niet meer, man. Ik ben een beetje. We zouden Sinterklaas vieren. Moe en zo. Sinterklaas zouden we vieren, maar dat gaan we niet doen, mensen. Nou, we Halleluja. Zien jullie zo weer. Zijn en, later. Denk scherp. Ja. Ik kan een scherp stellen hier. Ja, ja. Nee. Hier op klikken. Oh. Ja, jij bent scherp. Ah ja, dan moet je daar op klikken. Ja? Ja, jij bent scherp. 3, 2 en go. Oké, mensen, we zijn lekker aan het koken. Ja, we doen altijd wel een maaltijdssaladetje, want we moeten een beetje gezond blijven, want ik ben echt een, ja, hoe noem je het, een mager garnaaltje, om het zo maar even te noemen. Dus ik doe nu zeg maar die sap erop, van die maaltijdssalade. En trouwens, best wel lekker, eerlijk, bij de Jumbo is gewoon, zijn die maaltijdssalade. Kijk, kijk mensen, ik ben ook nog aan het eten. Hij is ook eten aan het maken. We gaan de kipjes erop doen. Hou vast. Vlog dit, dus ik kan vatten. Wacht even. Oké, mensen. Ja, daar zijn we dan. Hij gaat even een eitje mooi lekker breken. 3, 2, 1. Kom op. Wow. En ik ga nu zeg maar de kippen nog even... Oh, kappen, dat is te hard. Doe eens rustig, laat hem erop. 3. Hij gaat te hard, Q. Oh, de fuck. Je moet hem... Oh, die ziet uit. Kijk dit. Rustig. Ja. Hou vast. Friet, hij is nu al klaar. Verkeerde gashendel. Anders is het weer in de maak. Okay. In de building. Oké, jongens, het is gelukt. Ik doe dit kipstukjes nog even erin. Hoppakee. En ja, dan is het eten geblazen. Ja, het zie je zo weer, man. En doe maar even als de smule jonkel, wat hou je kanker, man. Dries, dit, waarom is dat zo eerder gebakken? Dat is echt fire. Goed. Koekoe. Is wel lekker. Zijn de borden? Lekker. What the fuck ga ik? Kill. Ik dacht dat je ging eten. Waar zijn die touwen? Oh, ik ga lekker eten, man. Waar staan de borden? En Arthur, wat ben je aan het doen? Ik ben lekker een broodje aan het creëren. Ik vind het erg lekker, weet je. Gewoon een beetje kaas, een beetje sla. Ik moet een beetje gezonder worden. Ja, man. Geef me even. Gaat hier nog gewoon. Hé, dat waren mijn stukjes kaas. Man, oh man. Nou mensen, we zijn een beetje aan het... Kijk, moet toch schieten. Kaas. Oh.